tientallen aanvragen voor de vaste lovensposter van Je Theo uit Baarlo. Zijn frustratie over het niet doorgaan van de vaste lovend verwerkte hij in een poster. En hij kreeg er veel reacties op. Zoals het er nu uitziet, we zijn compleet overrompeld. En dat is ook de aanleiding dat hij de tafel ervoor ligt en hem toch eens aan de maan te gaan brengen. Zoveel reacties gehad, als die hem allemaal willen hebben, dan zien we hem ook zo niet. Elk jaar maakte we een poster. Aanvankelijk wilde hij dat dit jaar niet doen, maar het begon toch te kriebelen. In principe maak ik ieder jaar wel een poster. Meestal voor de Sjoerborg werk, als vrijwilliger nog. Ik heb er wel altijd gewerkt, wie is aan mijn pensioen. Dit jaar was ik eigenlijk geen idee van plan om er een te maken. Want corona is de grote spelbreker. Hè? En tot de 11e van de 11e ging het nog wel. Maar daarna begon ze toch pijn te doen. Dan merken ze ook dat het echt niet doorgaat. Dan merken ze dat de leuke avonden die er aan verrijf gaan, pronkzittingen, prinsen, matinees, dat gaat allemaal niet door. Begon de mysteries meer aan te ergeren. En rond nieuw jaar wordt het weer een tik erger, want de carnaval komt stier zo erbij. Ja, en door voor 3 weken terug was ik op mijn avond aan het praktiseren zoiets en toen doe ik van het port voor dat mijn coronaatje. Wat ze nu en doen is dat lapsen me toch maar één keer. Veelde me zomaar uit en ik denk, toen heb ik het. Ik zeg tegen mijn vrouw, ik kon er toch in de maken, want het idee is geboren. Hij lapt het me maar één keer, maar vorig jaar niet meer. Dus toen ben ik aan de slag gegaan. Ja, in principe is het een hele trieste poster. Hè? Je kunt dit jaar geen vrolijke poster maken. Je kan het wel een poging doen, maar dat lukt niet. De poster begint eigenlijk, de bovenste helft is een en al ellende. En de onderste helft, dat guurt weer meer hoop voor vorig jaar. Bovenaan begint het met, ja, streep door de vaste lovend, geeft niet door. De grote boosdoener, dat is coronaatje. En ja, toen dacht ik van, wie gaan we daar nu uit de log zitten? Daar moet uit de log. En ik denk dat gewoon met grove geschut dat het trefzeker is. Ik heb speciale carnavalsvaccins laten maken. Die zijn uitgebreid getest door de carnavalsbond hier in Limburg. Die zijn 100% trefzeker en zeker als we met zo'n kanon gaan afschieten. Dus de onderste helft die geeft dan weer hoop voor volgend jaar. En ja, laten we dat allemaal hopen dat we volgend jaar weer een super vrolijke poster kunnen maken. Zaterdag wordt de poster uitgedeeld bij hem thuis. Zaterdag is het eerste AFO-moment. Proberen we op een beetje ludieke manier te doen. Van de slaapkamer komen 2 lange piepen naar het trottoir. En de slaapkamer die vindt dat helemaal niet erg. Dan maakt hij ook nog eens in de kier het angst mee. Als, ja. Veel succes zaterdag. En hopelijk volgend jaar weer een leukere, andere poster. Ja, we hebben ook de smaak te pakken. Ik zal er nog eens over nadenken, maar de kans is goed dat er voor je nog eens een poging waagt met een nieuw exemplaar.